Go Ahead Eagles met 7 nieuwelingen in de basiself begint het dus aan het seizoen in de Jubilee League bij MBV. Het begin is goed. Suk vindt Hendricks. En Hendricks scoort in de 18e minuut de 1-0 voor Go Ahead Eagles in Maastricht. Dan een paar minuten later de gelijkmaker. Slecht verdedigend werk van Groenbast en Janssens. De nieuweling aan de zijde bij MBV met de gelijkmaker 1-1 op dat moment verdiend. Dan de tweede helft. MBV beter. Go Ahead Eagles komt hier wel op voorsprong door een fantastische goal van Sam Hendricks. 2 uit 2. 2 kansen, 2 doelpunten. 2 doelpunten van deze Hendricks. Schrooien diep in de tweede helft met de voorzet. En Okita met de gelijkmaker. Dik en dik verdiende dat MVV beter was dan Go Ahead. Maar Go Ahead komt weer op voorsprong. Langendijk weggestuurd door Groenbast. En die maakt het beheerst af. Dan denkt iedereen aan de zijde van Go Ahead stiekem aan 3 punten. Maar ja, dan de slotfase. Kool met de voorzet en open Jimmy. De spits, de voormalig Belgisch international met de 3-3. En 1 minuut voor tijd. Weer chaos in de verdediging bij Go Ahead. En Okita met zijn tweede bezorgt MVV een 3-punter. Tegen degradant Go Ahead Eagles. En dus een nederlaag voor deze Flemings.